We zijn aanwezig bij de gemeente Wassenaar, waar de koninklijke onderscheidingen zullen worden uitgereikt door burgemeester Hoekema. Dames en heren, familie, vrienden, leden van de raad, leden van het college, zeer welkom. Dit is de dag van Koningsdag, de dag waarop in heel Nederland voor 12 uur koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt. Vanochtend, dames en heren, is het programma heel simpel. Ik spreek iedereen van u zeven persoonlijk toe. Ik verzoek dan daarna de decorandus naar voren te komen, tezamen met haar of zijn partners, of degene die hem of haar vandaag vergezeld. Het is meestal hem in dit geval. Deze onderscheiding stelt namelijk ook af op de partners of geliefden van de decorandi. Zonder hun hulp, hun steun en hun medewerking had uw partner zijn leven niet zo kunnen inrichten als hij dat heeft gedaan. Dan ga ik uit tot het gedeelte waar we eigenlijk al op zitten te wachten, namelijk de onderscheidingen. En dat doen we één voor één op alfabetische volgorde. De laatste 20 jaar werkte u als bedrijfsarts in het Academisch Medisch Centrum, het AMC. Vanaf het begin verzorgde u onderwijscoördinatie van de studenten. En heel bijzonder, dames en heren, is de nimmer aflatende zorg van de heer De Boer voor studenten in nood. Ons is ook verteld dat u tijdens de feestelijke brand 2000, nieuwjaarsdag, oudejaarsavond in Café De Hemel in Volendam naar het AMC bent gesneld om daar opvang en bijstand te bieden aan het personeel die de zwaar verminkte slachtoffers moesten verzorgen. Kortom, niemand klopt vergeefs bij u aan om hulp. Het is mij daarom een eer en een bijzonder genoegen te mogen zeggen dat Zijne Majesteit de Koning heeft besloten om u, Hero Eijen Luitje De Boer, vanwege belangrijke verdiensten op maatschappelijk, culturele en muzikale vlak te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Ik ben hierheen gelokt met de smoes, zou ik bijna zeggen, dat een goede vriend hier zou in het geheim zou trouwen. Hè? En dat ik daarbij, dat mijn aanwezigheid daarbij werd verwacht in het raadhuis. Dus je was echt verrast toen je hier kwam? Ik had het nog zelfs bij binnenkomst niet in de gaten. Echt dus, niet? Nee. Ik had er echt niet bij stil, want toen ik op een gegeven moment iedereen mij verwacht nog aan ging kijken, toen dacht ik, hey, zou het toch niet om mij gaan eigenlijk? Ja, wat mij opviel in het verhaal over jou is dat eigenlijk de muziek heel belangrijk is en jouw medisch sociale leven. Wat is voor jou nou het allerbelangrijkste? Heb jij daar, of zeg je het is even belangrijk in mijn leven? Nou, ik ben natuurlijk heel vroeg met orgelspelen begonnen. Dus de muziek zat er al heel vroeg in. Eigenlijk als 9-jarige natuurlijk als organist gespeeld eigenlijk met lessen. Voelde ik me aan de ene kant natuurlijk heel verbonden met mijn vrienden. Aan de andere kant vonden ze altijd een beetje eigenaardig dat iemand op die jonge leden nog eens even in de kerk terugtrok om daar eindeloos gaan zitten orgelstuderen. Dus muziek is misschien eigenlijk wel de rode draad. Hè? En later ben ik natuurlijk eigenlijk met de medicijnen gaan studeren en heb ik het vak altijd met buitengewoon veel passie gedaan. En ook met de studenten, dat was voor mij toch ook fantastisch om die begeleiding toe naar het buitenland en als er problemen waren te kijken wat ik kon bieden. Het verhaal klonk in ieder geval heel erg positief. En ik wil je van harte feliciteren met een welverdiende onderscheiding. Dankjewel. We kennen je beroep, patholoog anatoom bij het Medisch Centrum Haaglanden. Je bent een groot voorbeeld voor anderen om zich in te zetten voor vrijwilligerswerk en goede doelen. Medeoprichter van het Kerstfonds in 2017 breng je mensen samen, haalt ze uit hun isolement en zorg je voor wat extra's voor de toch vele minder bedeelden hier in Wassenaar. Dames en heren, het is mij daarom een eer en een bijzonder genoegen te mogen zeggen dat Zijne Majesteit de Koning heeft besloten om jou, Engelbert Cornelis Martien Ooms, vanwege jarenlange belangrijke internationale maatschappelijke en politieke verdiensten in Nederland en daarbuiten te benoemen tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Bert, ontzettend gefeliciteerd. Dankjewel. Ik ben heel benieuwd hoe jij hierheen gelokt bent. Echt een hele grote verrassing. Wij zouden vandaag naar Brussel gaan voor een hele grote conferentie van de European Center of Women and Technology. Ja. Dat is ook genoemd, die had ook een brief geschreven. Heb ik gehoord, ja. En normaal ga je daar in vol ornaat naartoe. Dus het was helemaal niet verbaasd dat ik in de auto gezet werd. Nee. Alleen op het allerlaatste moment nam me natuurlijk de verkeerde afslag. Niet naar Brussel, maar naar de Pauw. Mijn broer is in 2007 overleden.
En ik ga met zijn twee dochters heel goed om. Het was ook echt heel leuk, vond ik, dat ze er waren. Ja. En ik dacht, wat is nou leuker, ter ere van mijn broer, om met hun op het podium te staan. Dat deed me heel veel. Heel mooi gebaar. Ja. Ja, absoluut. Ja. En wat ik hoorde in het verhaal over jou is dat er toch ook een soort rode draad loopt van politiek en medische zorg. Wat is voor jou het allerbelangrijkste of heb je geen voorkeur? Nee, ik heb geen voorkeur. Het belangrijkste vind ik het combineren van de dingen. Toen ik afgestudeerd als arts was, was ik net 23, was ik een van de jongste artsen van Nederland. Zeker jong. En toen dacht ik van, ik moet wel oppassen dat als ik straks oud en bejaard ben, dat ik niet alleen maar dokter geweest ben, maar dat ik ook nog wat andere dingen gedaan heb. Nee, dus het is niet iets wat ik het belangrijkst vind. Wat ik wel heel erg op prijs heb gesteld, is dat twee buitenlandse organisaties, waar ik me voor inzet, dat die ook een aanbevelingsbrief geschreven had. Vond ik heel leuk. De ene, dat is de European Center of Women and Technology. Ja, dat vond ik heel bijzonder. Dat is een hele grote Europese organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling van niet alleen vrouwen, maar ook jonge meisjes, om die te stimuleren in de techniek. Onze dorpsgenoot Nelly Kroes heeft zich daar ook die is heel vaak daarbij om dat te stimuleren. Ja. We vergaderen vaak in Brussel. En ik begreep dat de president daarvan, Eva Fabri, een hele leuke brief geschreven had. De burgemeester refereerde eraan. En de andere aanbeveling uit het buitenland doet me ook heel veel. Daar ben ik heel blij mee. Dat is van een grote Syrische artsenorganisatie in Parijs en Londen. Mm-hmm. En die hebben een brief geschreven. Ik heb natuurlijk me heel veel ondersteund. Ja. Met name in het begin voor de Syrische vluchtelingen. En daar verwacht je geen dankbaarheid voor. Ze hebben andere dingen aan hun hoofd. En als ik dan hoor dat de president van die vereniging dan toch de moeite neemt om een hele persoonlijke brief te schrijven en namens het Syrische volk en mijn collega's in Syrië te danken. Ja. Dat het dus eigenlijk, het is een dag vol warme momenten voor me. En ik ben ook heel, heel blij met de onderscheiding. Ik zeg het eerlijk, ik ben, de burgemeester zei van een van de mensen van, u bent bescheiden. Maar vandaag denk ik, ik ga niet bescheiden zijn vandaag, ik ben er heel blij mee. Nou, en ik denk ook dat het volledig verdiend is. En nogmaals, van harte gefeliciteerd. Dank je. Iemand die 25 jaar geworden overheidsdienst is, ik heb niet meer automatisch een linkje. Toch is er gemeend, en dat wordt interessant nu, om voor bepaalde groepen vrijwilligers een uitzondering te maken. Eén zo'n groep is de vrijwillige brandweer. Daar gaan we even over. Beste opmerking van al uw verdiensten bij de vrijwillige brandweer in Wassenaar en Katwerk. En uw onmisbare bijdrage aan de openbare veiligheid in Wassenaar en in de regio Haaglanden en in de regio Holsbidden mag ik u belonen. Het is mij een eer en genoegen te mogen zeggen dat Zijn Majesteit de Koning heeft besloten om u, Robertus Johannes Maria Pennock, vanwege belangrijke maatschappelijke verdiensten bij de vrijwillige brandweer gedurende een reeks van jaren en uw bijdrage aan de operationele veiligheid in Wassenaar te benoemen tot lid in de orde van de Oranje Nassau. U bent heel terecht in alle brieven die ik over u heb gelezen gekarakteriseerd als toegewijd, integer en trouw. Het is mij daarom een eer en een genoegen te mogen zeggen dat Zijne Majesteit de Koning heeft besloten om u, Jacob Gerrit Schomhorst, vanwege belangeloze inzet ter dienste van de maatschappij te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Ik feliciteer u van harte met deze onderscheiding. Geboren in Utrecht, getrouwd met Meta van Drie, een mooie achternaam, vader van drie volwassen zonen en ook opa inmiddels. Meta, een waslijst aan de maatschappelijke verdiensten, met name voor je woonplaats Wassenaar. Het is mij een eer en een genoegen te mogen zeggen dat Zijne Majesteit de Koning heeft besloten om jou, Cornelis Willem Tucker, vanwege belangrijke maatschappelijke verdiensten, zowel op het christelijke als politieke vlak, te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. Kees, wat een ontzettend mooi ding is dat, hè? Mooi, ja.
Ja. Nou had ik er nog wel eentje eigenlijk van mijn vader, want die heb ik eigenlijk nooit teruggegeven aan de kanselarij. Dus dat zal ik nu ik hem zelf toch maar aan doen dan. Ja. Ja, dat is officieel verplicht, hè? Ja, maar dat, nou ja, hij heeft er maar 3 maanden gehad en toen is hij overleden, dus dat is, ja. Maar hij heeft er nog wel de lol van gehad dat hij hem kreeg in ieder geval. Zeker. Dus het zit in de familie. Ja, dus ik, de lijn de familie, ja. Leuk hoor. Ja. Wat ik begreep uit het verhaal is dat jij een hele sociale rol hebt gespeeld hier in Wassenaar, maar ook een politiek belangrijke rol. Ja. Heb jij nou iets dat je zegt, nou dat vond ik nou het allermooiste in mijn carrière? Nou, daar vraag je me wat. Er zijn wel hele mooie hoogtepunten geweest. Ook financieel hebben we het altijd heel goed kunnen rooien hier in Wassenaar. En dat is nog steeds zo. Er wordt wel van alles gezegd over dat we een beetje aan de rand van het faillissement zitten. Maar wij zijn een van de weinige gemeenten die alles met eigen vermogen gefinancierd hebben. En daar heb ik een steuntje toe bijgedragen in de loop der jaren. En ik denk dat dat ook heel goed gelukt is, ja. Ja. En naar volle tevredenheid van iedereen, heb ik begrepen. Ja, precies. Ja. En Meta, ik ben heel benieuwd hoe jij hem nou hierheen gelokt hebt. Nou, ik heb Meijne Stolk in de arm genomen. En die heeft Dienke Dekker en Bert van Doorn gevraagd of zij een vergadering iets zouden kunnen afspreken. En dat is gelukt. Nogmaals van harte gefeliciteerd en ik denk een welverdiende onderscheiding. Dank je wel en een prettige dag ook jullie. Dank je wel. Drijf je in uw leven, meneer Wijzenbach, is en blijft de liefde voor de medemens. Die medemens helpen om deel te nemen in de maatschappij. Het is mij, dames en heren, daarom een eer en bijzonder genoegen te mogen zeggen dat zijn majesteit de koning heeft besloten om u, Bouke Wijzenbach, vanwege belangrijke verdiensten op maatschappelijk en kerkelijk gebied te benoemen tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Mag ik vragen voor het feit dat u heel veel verdiensten voor de maatschappij hebt gehad en nog steeds op een heel breed terrein maatschappelijk actief bent. Het is mij daarom een eer en bijzonder genoegen mogen zeggen dat zijn majesteit de koning heeft besloten om u, Daniël Woudenaar, vanwege belangrijke verdiensten voor de maatschappij op het gebied van horeca, natuur en milieu tot lid in de orde van Oranje-Nassau te benoemen. Ik feliciteer je van harte met deze koninklijke onderscheiding. Staat burgemeester Jan Hoekema, die vandaag de onderscheidingen heeft uitgedeeld, de koninklijke onderscheidingen. Het is altijd een feestelijke dag, Jan. Ja, het is een geweldige dag. Het zonnetje kan toch nog door, ondanks de slechte weersvoorspellingen. Je ziet mensen die heel terecht worden beloond vanwege grote verdiensten in de maatschappij, in het dorp, ook elders. Iedereen is blij, iedereen is trots. Dus het is echt een hoogtepunt ook in je burgemeestersleven. Ja. Ik kan me voorstellen. En ik sprak net met een aantal gedecoreerden. En dan vroeg ik ook van, ja, wat is voor jullie nou het belangrijkste? Wat vind jij nou het hoogtepunt van zo'n dag? Ik denk het woord erkenning, dat vat het in één woord denk ik goed samen. Hè? Je hebt heel veel gedaan buiten wat je normaal zou doen voor je beroep, je vak. Je krijgt ook alleen maar een koninklijke onderscheiding als je bijzondere dingen hebt gedaan over een hele lange periode. Dat doet menigeen belangeloos met heel veel inzet van tijd en energie. En na een tijdje, nou ja, misschien soms 10, 20, 30, wel 40 jaar, krijg je toch nog erkenning voor wat je allemaal gedaan hebt voor je medemensen, voor de maatschappij. Dat is denk ik waar het om gaat vandaag. Ingrid, het is een hele lange weg om zoiets aan te vragen, begreep ik. Dat klopt. En dit jaar moest ik het voor het eerst alleen doen. Vorig jaar had ik nog de steun en toeverlaat van Amy Hille, die het jarenlang heeft gedaan. Ik heb er ook heel stiekem gebeld hoor, van de week om te vragen of ik het allemaal wel goed deed en of ik niet iets over het hoofd zag. Maar het is vanaf het moment dat de mensen binnenkomen voor de aanvraag, waar die aanvraag allemaal aan moet voldoen, tot het moment dat je de versierselen binnenkrijgt en je de aanvrager kan informeren, dat is wel heel fijn. Mensen zijn altijd ook heel blij. En wat ik het ontzettend leuk vind, is dat als ze binnenkomen dat de smoes gelukt is. Dat ze helemaal geen idee hebben. Ja, sommigen voelen dan wel nattigheid. Maar er waren er vandaag toch 3 die het echt niet wisten. En dat is heel leuk. Nou, die 3 heb ik waarschijnlijk net geïnterviewd, want die wisten het echt alle 3 niet. En ik wil jullie allebei complimenteren met een hele mooie gelegenheid die we hier weer hebben meegemaakt. En nou, op naar volgend jaar zou ik zeggen. Zo is het. Dank u wel, Radio Midvliet, voor de aandacht. Dank. Ja. Graag gedaan. Ja, TV.